West-Zeeuws-Vlaanderen sterft van de 100-plussers. Het is woensdag 24 februari. Dit is Zeeland Nu. Inspiratiebron voor vitaal oud worden. 8 hijskranen nodig bij startverdubbeling. Slashies, gewoon omdat het kan. Dag dames en heren. Opvallend veel 100-plussers in Zeeland. Vooral in West-Zeeuws-Vlaanderen. De GGD heeft ze als inspiratiebron gebruikt voor een groot gezondheidsproject. De Vitale Revolutie. Allemaal gezonder oud worden. Kijk. Alles hè. Zeg. De zusterij weet de hart in de hand. Mevrouw Lutijn woont in een verzorgingstehuis in Sluis. Ze is 102 jaar en mag over 3 weken er nog een jaartje bij tellen. Een droom om deze leeftijd te bereiken had ze niet, maar het is er toch gelukt. Hoe wordt u zo oud? Ja, als een man, hè. Reel. En ik blijf in beweging. Daarom hang ik 2 keer per dag naar beneden. Want anders wordt dat ook weer stief. Heeft u er iets speciaal voor gedaan om deze leeftijd te bereiken? Bijvoorbeeld veel bewegen, gezond eten, niet te veel roken en drinken? Met flauwe pilletjes moest je bij mijn vader niet aankomen. Maar dat lust niet. Een stevige pot en mijn moeder kon heel lekker koken. Heeft u vroeger zo oud willen worden? Nou, daar loop je niet mee te koop. Als je nog jong zit, dan denk ik er nog niet over 100 jaar. Hè. Er zijn 5 plekken op de wereld waar buitengewoon veel 100-plussers wonen. Een Amerikaanse onderzoeker heeft die aangewezen als blauwe zones. Het zijn bijvoorbeeld stadjes in Californië, een eiland in het zuiden van Japan en het Italiaanse Sardinië. Maar hoe doet Zeeland het? West-Zeeuws-Vlaanderen is geen officiële blauwe zone, maar er wonen wel opmerkelijk veel 100-plussers. Bijna 4 keer zoveel dan in de rest van Nederland. De GGD zag deze cijfers en heeft de blauwe zones gebruikt als inspiratiebron voor het project Vitale Revolutie. We zijn dat project gestart omdat we erachter zijn gekomen dat gezonde leefstijl en gezond worden, dat is niet eenvoudig. En daar heb je eigenlijk elkaar voor nodig. En daarom zijn we deze, ja, het is een soort beweging gestart. En het doel is dat we met z'n allen in Zeeland vitaal ouder worden. Er komen onder meer projecten in de Middelburgse wijk Douwendalen en in Goes-Oost. Daar is een wijk, daar wonen ook relatief veel ouderen, maar daar heb je ook veel onderwijs. Je hebt daar het technasium in Van Pontus en die leerlingen die gaan nou samen met ons, gaan zij ouderen opzoeken. Ouderen kunnen zichzelf op opgeven om ze in eerste instantie in gesprek te gaan over het thema wat beweegt u vandaag. En dat is dan bewegen, letterlijk bewegen. De jongeren kunnen dan die ouderen helpen van hoe bijvoorbeeld zo'n stappenteller werkt en hoe dat zit met een computerprogramma. En die ouderen die kunnen ook vertellen van wat hun beweegt nog, wat ze gedaan hebben en wat ze eventueel nog voor die jongeren ook nog kunnen betekenen. Het klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar wanneer weet je nu of het gelukt is? Want die zekerheid heb je niet en er wordt natuurlijk wel gewoon geld en moeite en tijd in gestoken. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk altijd zo. Nou hebben wij al jarenlang gezondheidsmonitoren bij de GGD. Dat wordt ook om de zoveel jaar herhaald. Dus als het goed is, kunnen we wel over 4 jaar, 8 jaar wel daar verandering in zien. En het is natuurlijk wel iets voor de lange adem. Je moet investeren. Nu wil je daar op later leeftijd gebruik van kunnen maken of baat bij hebben. Dat is altijd zo. Het gaat de GGD er niet om dat we allemaal 100 worden, maar dat we nu keuzes maken om gezond en actief oud te worden. En wie oud wil worden, voor diegene heeft mevrouw Lutijn nog wel een goede raad. Je moet niet bij de pakken neerzetten. Als ik dat doe en ik ga maar zetten zo. Ik lees veel, ik puzzel veel en ja, dat is mijn hobby. De verdubbeling van de Traktaatweg is begonnen. Vandaag is een eerste stap gezet met het verleggen van de waterleidingen bij Westdorpen. 8 hijskranen waren er nodig om een 450 meter lange waterleiding op zijn nieuwe plek te krijgen. De leidingen moeten verplaatst worden omdat bij dit viaduct straks op- en afritten komen te liggen voor de verdubbelde N62. Het is een leiding die gaat op ongeveer 25, 30 meter diep. Die trekken we in 1 keer vandaag erin. En met de kranen tillen we hem precies in de juiste vorm, zodat we hem in 1 keer zo onder de grond door kunnen trekken.
Na de waterleidingen worden ook de gasleiding en elektriciteitskabels verplaatst. De verwachting is dat deze zomer de werkzaamheden aan de weg zelf van start gaan. Het aantal telefooncellen in onze provincie holt achteruit. Waren er in 2013 nog 15 telefooncellen, verdeeld over verschillende plaatsen aan de kust? Dit jaar staat het aantal nog maar op 7. Het gebruik van telefooncellen neemt sinds de komst van de mobiele telefoon alleen maar af. Ook hier in Westkapelle laten de meeste mensen de cel gewoon links liggen. De telefooncel? Dat gebruik ik niet meer, nee. Nee. Eigenlijk wel jammer, voor als je echt niks bij je hebt. Het is toch wel handig, de telefooncel, maar zelf kom ik er niet meer aan toe. Het gebruik van de cellen varieert erg per plaats en periode in het jaar. Zo wordt de telefooncel in Catzandt-Bad het meest gebruikt in de zomer zo'n 400 keer. Die in Zoutelanden worden het minst gebruikt en zullen waarschijnlijk binnenkort verdwijnen. Vlissingen wil de sloebrug over het kanaal door Walcheren vervangen door een tunnel. Dan hoef je nooit meer te wachten voor de brug of het spoor. En de sloebrug moet over 5 jaar toch worden opgeknapt of vervangen. De gemeente wil dat de provincie onderzoekt of het plan door kan gaan. Het gaat namelijk om een rijksweg die op dat punt overgaat in een provinciale weg. Hier vertrekt van het oude Termvalsterrein binnen enkele weken weer een fosfortransport. En dat is voor het eerst sinds Termvals failliet ging. Er zat natuurlijk fosfor in de installaties. De bedoeling van het project is ook de installaties fosforvrij te krijgen. Dus dat we nu fosfor uit de installaties kunnen gebruiken, vermarkten en naar buiten voeren, is een opsteker. De opbrengst van de fosfor wordt in de sanering van het terrein gestopt. De oud-medewerkers die nog op het terrein werken bereiden het transport voor. En voor de klus komen ook nog extra oud-termvossers terug. Zo is ook de voorman die vroeger de verlading heeft gedaan, al een tijdje actief om te kijken hoe de installatie terug in gebruik moet genomen worden. En ook bij het realiseren van de verlading zal er gekeken worden welke mensen kunnen aangetrokken worden om deze veilig te realiseren. Vogels zijn de beste zangers ter wereld. Ja. Ja. En treinramen zijn soms net bewegende schilderijen. 6 studentenkamers in Middelburg veranderden gisteravond in een klein theater, propvol publiek. Het was de 3e editie van StukaFest, studentenkamerfestival. Met toneel, dans en muziek. Het is natuurlijk grappig dat je tussen de pakken soep en bierkrat eigenlijk je kunst vertoont. En dat is heel leuk, dat zorgt voor een hele gekke sfeer, maar die wel heel erg klopt. Wel eens wat gebroken of gekneusd? Goede kans dat u ooit gespalkt of gegipst bent door Cor Feiten. Hij was de eerste gipsverbandmeester van Zeeland. Maar nu moet hij met pensioen. Sinds 1979 heeft de eerste Zeeuwse gipsverbandmeester ruim 22.000 botbreuken ingepakt. En hij begon zijn carrière eigenlijk als ervaringsdeskundige. Daar was ik 9 jaar met een gebroken knieschijf. En ik weet dat dat heel indrukwekkend was. En dat dat waarschijnlijk ook dan de oorzaak is dat ik uiteindelijk in dit beroep gestapt ben. Sommige patiënten komen zelfs wekelijks. Zoals meneer Spoel uit Sierjansland. De gipsmeester behandelt zijn breken beentjes met zorg. Doet het pijn? Nee hoor, helemaal niks. Dus hij is een beetje lief voor u? Hij is heel erg lief voor me, al jaren. Gipsmeester is eigenlijk geen ladingdekkend woord meer. Bestanddelen zijn nu polyester en glasvezel, met de bijbehorende voordelen. Met de kunststof die ik hier straks overheen doe, laat zien, dat is een stuk lichter en minder breekbaar. Dus daar kun je al heel snel op lopen, na een half uur. Het inpakken van benen en armen gaat niet altijd goed. Ja, dan kan het best mooi strak aan de buitenkant zijn, maar dan is het verschrikkelijk aan de binnenkant. En dan heb ik het over iets wat je aanlegt en druk geeft, dat daar drukplaatsen kunnen komen en uiteraard daardoor wonden gaan ontstaan. Ja, dat is heel vervelend als een patiënt dat moet doormaken. Terwijl die eigenlijk van zijn wonden af wil, maak je er nieuwe bij. Voor sommigen komt het pensioen als een zegen, maar Feiten zou het liefst doorwerken tot hij erbij neervalt.
Dat is heel lastig voor mij als je denkt nog niet uitgewerkt te zijn. Het liefste natuurlijk altijd dat je door kunt gaan totdat je uiteindelijk zeg maar, in het harnas sterft. Maar ja, zo zit de gezondheidszorg niet in elkaar. Maar de gipsmeester heeft voldoende te doen in zijn nadagen. Dronefotografie en vooral golfen. Want hij weet wat helpt om niet zelf in de gipskamer terecht te komen. Bewegen is altijd goed, dat je botontkalking zo lang mogelijk buiten de deur houdt. De broze botten van meneer Spoel kunnen er weer tegenaan. Prima, ik ben er onderhand aan gewend. Dus, maar het gaat goed hoor. Na woensdag 11 mei pakt Feite geen ledematen meer in, maar hoogstens nog zijn golftas. Twee, drie of zelfs 10 verschillende banen hebben. Het aantal Zeeuwen met meerdere functies stijgt snel. Niet per se omdat het financieel moet, maar juist omdat het leuk is. Waar heb ik een diploma in? Ik ben verpleegkundige gediplomeerd. Ik ben maatschappelijk werker gediplomeerd. Ik ben loopbaanadviseur gecertificeerd. Ik ben militair gecertificeerd. Ik ben trouwenspersoon gediplomeerd. Ik ben psycholoog. Ik heb 5 jaar opleiding gedaan met goed gevolg afgerond. En daar heb ik een hoop werkervaring. Onder andere als continuevrouw en als schoonmaakster. En helaas heb ik geen diploma voor schoonmaakster. Maar ik ben er wel trots op. Anje Bareman is het voorbeeld van een slashie. Een begrip vernoemd naar de schuine streep die de verschillende banen van elkaar scheidt. Ze is niet de enige in Zeeland, maar toch loopt nog niet iedereen weg met het begrip. Ik denk dat in gebieden zoals Zeeland mensen wat meer geneigd zijn om te kiezen voor verzekerheid. En dat komt ook omdat ik loopbaanadviseur ben en dat hoor van mensen. Dat ze toch geneigd zijn om te denken van, nou weet je, ik moet deze baan hebben en daar wil ik oud mee worden. En dat geeft me zekerheid. Risico's opzoeken, verschillende banen combineren. Een slashie zijn is niet voor iedereen weggelegd. Toch hebben ze wel de toekomst. Over 10 jaar is het allemaal anders. Kantoorbanen gaan niet meer bestaan. Werk en privé scheiden, dat is iets wat straks ook helemaal uit de mode is. Omdat mensen steeds meer gaan opletten, wat zijn mijn talenten en hoe kan ik die verzilveren? Hoe kun jij, waar je echt goed in bent, hoe kun je daar een baan van maken? En als je dat maar goed weet en daar enthousiast over bent, dan zien opdrachtgevers en werkgevers van jeetje, deze moeten we hebben. En dat gaat echt een trend worden, daar ben ik heel erg zeker van. Ja, ik praat erover verder met verslaggever Anouk de Gardijn. Steeds meer slashies dus in Zeeland. Hoeveel precies? Nou ja, uit cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland het aantal slashies de afgelopen 5 jaar met 20% is toegenomen. En als we dat dan vertalen naar Zeeland, ja, dan gaat het toch om zo'n 10.000 slashies in totaal. En dat worden er dus alleen maar meer. Ja, het lijkt me niet altijd even praktisch. Nee, het heeft natuurlijk zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. En door bepaalde valkuilen kan het wel zo zijn dat niet iedereen er geschikt voor is misschien. Hè. Je moet natuurlijk goed kunnen plannen en combineren. En ja, de maatschappij is er natuurlijk ook nog niet altijd aan gewend. Hè. Als je de vraag krijgt, wat voor werk doe je? En je noemt dan 10 banen op, ja, dan zul je toch wel eens gekke gezichten krijgen. Ja, en dan zegt zij dat dit de toekomst is. Wat denk jij? Nou ja, ik geloof wel dat we dit steeds vaker gaan zien. Het past natuurlijk toch in deze tijd. Hè. Mensen moeten flexibel zijn, snel op economische veranderingen kunnen inspelen. Ja, en waarom veel slashies het ook doen, ja, het is natuurlijk gewoon leuk, hè, de afwisseling. Ja, en we hebben nog een voorbeeld van zo'n slashie. Eentje met 2 heel verschillende banen. We gaan even kijken. Jarenlang was Lisbeth Kronenburg alleen maar bezig met cijfertjes. Maar de uitdaging in haar baan was ver te zoeken. Dus besloot ze 2 banen te combineren. Nu is ze budgetcoach / visagiste. 2 verschillende dingen, maar juist zo leuk. Want dat geeft meerwaarde in wie ik ben. En ik moest hervinden wat mijn talenten waren eigenlijk in de loop der jaren. Dit is eigenlijk hetgene wat bij me past, ja. En voor die 2 banen werkt ze vanuit huis. Dus heeft ze 2 kamers ingericht voor haar werk. Boven de make-up en beneden de geldzaken. Ik heb het nodig om zeg maar dynamisch te zijn. Dus niet hier 3 uur gaan zitten typen. Want dat werkt gewoon niet voor mij. Dat vind ik het meest prettige. Dus steeds die dynamiek op te zoeken. Ja, zo heerlijk. Ja, ja. Deze combinatie maakt haar dus gelukkig. Niet vanwege het geld, maar omdat ze simpelweg van 1 baan alleen geen voldoening krijgt. Ja, 2 voorbeelden, 2 vrouwen. Is dat toeval? Nee, dat is geen toeval natuurlijk. Vrouwen zijn veel vaker slashy dan mannen. Ja, dat is dan misschien toch omdat vrouwen gewoon beter kunnen multitasken. Wie weet. Dankjewel, Anouk.
Een dag om er lekker op uit te trekken. Als je niet moest werken natuurlijk. Het was wel fris, maar met die zon erbij leek het heel wat. Wel zo nu en dan wolken en ook een winterse bui. En het weerbericht is niet zo heel ingewikkeld. U ziet het, morgen en de dagen erna zijn vergelijkbaar met vandaag. En dat was Zeeland Nu. Blijf kijken voor de Zeeuwse Top 40 met Elsa. Wat mij betreft een hele fijne avond.